Is het logisch volgens u dat we weer meer naar huis moeten? Nou ja, die besmettingscijfers, hè, waar we het net over hadden, die lopen zo op van dat je echt alles uit de kast moet halen om te kijken of je dat toch weer wat omlaag krijgt. En dan moet je dus kijken naar de plekken waar dat, de kans groot is dat je elkaar besmet. En daar is werk er één van. En overigens de horeca een tweede. Of nu eerst eigenlijk, hè, geloof ik. Ja. Dus ja, ik vind de oproep wel logisch. Waarbij iedereen af en toe wel een beetje genoeg heeft van het postzegeltjes kijken op zo'n scherm natuurlijk, hè. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel iets ja, psychologisch natuurlijk ook, psychisch misschien eerder, dat thuiswerken, mensen waren natuurlijk helemaal klaar mee en daarom mochten wij ook weer naar werk toe. Dat was voor heel veel mensen heel belangrijk dat het weer mocht. Ja, nou en dat, ik denk, we hadden het er net over, iedereen is natuurlijk fed up met corona. En tegelijkertijd, als je ook alweer kijkt van hoe flexibel we met z'n allen zijn geweest om daar waar het nodig was om te zeggen van oké, dan gaan we thuiswerken, dan maken we gebruik van Zoom of allerlei andere spullen. Dat is ook wel weer razendsnel gegaan. Dus we zijn ook wel flexibel. Dus soms moet je dingen doen waar je van baalt, maar die wel nodig zijn. Ja, alleen het kan wel weer enorme impact hebben op de maatschappij dit. Ja, maar laten we hopen dat dit niet voor altijd is. Hè? Dus als dit nou een beetje het perspectief blijft van even doorbijten jongens, dan kan het misschien wel weer helpen. Maar ja, dat hebben we dan eerst anderhalf jaar lang moeten doen. Maar weet je, we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat we alleen maar ons gedrag hadden en voor de rest niks. Nu hebben we ook die vaccins die echt ook op grote schaal nu gewoon plaatsvinden en al plaats hebben gevonden. Dus we hebben nou vaccins en ons gedrag. Dat is toch een wat handige combinatie, zullen we zeggen.